Welcome at the Hansa Green Tour 2017, the international networking tour to promote sustainable technology and renewable energy in Europe. In this 8th edition of the Hansa Green Tour, participants drive with electric and alternative energy vehicles to visit sustainable best practices in Northern Europe, to meet and greet with clean tech organizations, to share knowledge and experiences, and to showcase sustainable solutions together. This 8th edition of the Hansa Green Tour, we will start at the Energy Corporation Wieringermeer, ACW, located at Agriport A7, north from Amsterdam. ACW powers this most modern greenhouse complex in the world with deep geothermal heat and other sustainable technologies. The production output and efficiency of Dutch agriculture is impressive and unmatched anywhere in the world. How do they do that? Let's find out. Go to our drilling location. That's a combined location. We have already 4 wells over there. We are drilling the 5th on the same spot. It is the most modern greenhouse agro park in the world, powered by geothermal heat. Gas is op zich natuurlijk een prachtige warmtecollector om zomers te oogsten, maar dat gaat niet samen met de gewas erin. Mijn naam is Laurens Zwaar, ik ben werkzaam bij ECW in Middenmeer. En wij zijn op dit moment aan het boren naar aardwarmte, geothermie. Dat heeft in glastuinbouw al een redelijke vlucht genomen. Maar de potentie van geothermie voor Nederland breed is evident. We willen toch naar een gasloze maatschappij toe. En daar past geothermie, denk ik, qua ruimteverwarming heel goed in. Ook in de bebouwde omgeving. Mag ik een koffie? Tuurlijk, suiker en melk. Je ziet hier wel heel mooi, hier hangen natuurlijk 1, 2, 3, dit is allemaal gegroeid. Daarboven, hier is je allemaal de nieuwe balletje gaan zetten. We zijn in Agriport A7, gemeente Hollandse Kroon. Dat is een van de grootste gebieden waar we met geothermie werken in de provincie. En dat is belangrijk, want dat is een van de potentiële alternatieve warmtebronnen voor de toekomst. We hebben dit opgezet omdat we erin geloven dat dit een techniek is die toekomstbestendig is. We moeten van het aardgas af. Je ziet dat, zoals we hier ook achter, we zien de tuinbouwbedrijven het niet meer kunnen op de conventionele manier. En wat we hier mooi kunnen doen is de combinatie van de geothermie samen met de CO2-afvang en daar een nieuw businessmodel van maken. Geothermie is zeker een hele interessante als het gaat over een heel jaar hoge warmtevraag. En in deze kassenwereld heb je natuurlijk heel veel warmtevraag. Zelfs nu, vandaag, is er een warmtevraag, terwijl het buiten bij wijze van spreken 28 graden is. Dus als je het hele jaar door gas van origine nodig had om iets te verwarmen, kun je met diepe geothermie natuurlijk heel goed je warmtevoorziening regelen. En dat zie je in meerdere industrieën. Dus dat zijn wel mogelijkheden die ook bij verzorgingstehuizen, maar ook bijvoorbeeld in de melkindustrie, waar je moet condenseren en verwarmen. Dus dat zijn toch wel technieken die steeds interessanter gaan worden. Leuk, Jan? Ja. Dit is wel mijn ding. I think it's about 35 degrees. And inside, I think 87 degrees. Now that we've seen this impressive Agriport A7, it is time to go. We are on our way for our first stop at the Dutch energy grid operator Enexis Groep in Zwolle. Ik ben Jan de Moret. Ik ben zelfstandig projectmanager business consultant. Ik de eerste Green Tour in maart, wat me daar zo positief aan bijgebleven is het feit dat je daar met een groep mensen op reis bent die allemaal zonder twijfel achter groene initiatieven staan, achter duurzaamheid staan. En dat voelt zo prettig, omdat je daardoor niet hoeft uit te leggen, maar echt over nieuwe dingen kan nadenken en verder kan komen. En dat is was zo'n positieve ervaring dat ik had van, ik moet ook zorgen dat ik die tweede keer er weer bij ben. Als je net ziet nog zitten. Ja, altijd hè. Het is mooi weer, zon schijnt, Hansa Green Tour altijd goed. Hier at the Enexis Groep in Zwolle
We will visit their energy neutral showcase building and discuss the challenges of the energy transition and how to prepare for a future without using fossil fuels. A near future that will have a big impact on the energy grid when homes and buildings will become all electric and people drive with electric vehicles. We organize the team and they made in fact a copy of the first Tesla in the United States. I'm a project lead of the energy agenda of the Port of Noord-Brabant. I have a zero emission bus agenda for 2025. We already have 60 buses, no, 50 buses zero emission. And on the top right, four electric vehicles. Tom, to start with you first. Thank you very much. From Zwolle, we continue to Groningen, where we will visit Energy Academy Europe in their new headquarters, the most sustainable education building in the Netherlands, equipped with the latest sustainable energy solutions. Nou, deze zonnepanelen die kunnen zo goed presteren, omdat ze elk een eigen power optimizer hebben, waardoor het mogelijk is dat ook al valt de schaduw maar op één paneel, dat toch elk paneel goed blijft presteren. Als het anders is, dan is het op één paneel schaduw en dan valt gewoon de rest ook terug. En dat levert gewoon 20-30% extra op. Dus, en deze opstelling? Ja, die zorgt er ook voor dat het, omdat dus de zon natuurlijk niet altijd in dezelfde stand erop schijnt, dat het wel mogelijk is om maximaal te presteren. En dus omdat met die power optimizers levert dat nog weer eens een verbetering van 30% op. I am a very happy person here. I'm happy that I am in this building and that I can do my job here in this building. I work also in the organization Energy Academy Europe, which will be transformed to a merged organization of Energy Valley, Energy Delta Institute and Energy Academy, and the new name of the new organization will be New Energy Coalition. Solar fields, which are making a huge leap in our province, starting last year, and we see that development continuing of the rest of the years to come. Veel licht, hè, zodat je zo weinig mogelijk kunstlicht nodig hebt. Nee, dat zie je bijna niet. Wij sluiten de deuren. Now we will leave Energy Academy Europe in Groningen and head towards Delfzijl, where we will join the SPE Hydrogen meeting and visit Groningen Seaports, the economic operator and port authority for Delfzijl and Eemshaven and adjoining industrial sites. We start with the hydrogen meeting, where Professor Ad van Wijk from Technical University Delft presents his vision and plans for a green hydrogen economy in the northern Netherlands. Very interesting. After this interesting hydrogen meeting, we walked to Groningen Seaports nearby to learn more about the sustainable developments and many renewable energy initiatives in the harbour area. Fell in lift. A new day has arrived. For our first stop, we will drive to Emden to visit the Volkswagen plant. A very important plant for Volkswagen, as their highly successful model, the Volkswagen Passat, is being produced here. We will visit the production line of the hybrid Volkswagen Passat GTE. Kan ik hier elektrisch tanken? Ja, ja. Dort! Wow. Together with our partners Automotive Competence Centrum Eemsakse and GreenTech Oost-Friesland, we've organized a networking meeting at Volkswagen to discuss together the future of e-mobility. We are here in Emden, is a B-class plant, B-plus class,
but make it optimistic, make it to the future. And I think that is what customers really like to hear. After this interesting visit at Volkswagen, it is time to continue our journey to the Green Tech Campus in Engelzanden, a connection stage of 420 kilometers. In Hamburg, we get stuck in an enormous traffic jam, causing overheating problems and a serious delay for our arrival time in Engelzanden. At the Green Tech Campus, we were warmly welcomed by Martin Jensen and his team, our Hansa Green Tour ambassador for Germany, Dr. Axel Röpke, and several invited guests from the Renewable Energy Network Agency Schleswig-Holstein. We were given a guided tour of the Green Tech Campus, where they had prepared something special for us at their maritime training center. People working in the offshore wind industry can be trained here to do maintenance work at greater heights or rescue operations at open sea. And a few of us were challenged to experience this ourselves. Spannend, Tom! Here in this maritime training center, they can train rescue operations during heavy storms at open sea with waves up to 3 meters high. Als jullie net zo bij elkaar is, net Rettungs GmbH. Gemeinschap met beschissene hosen. After this refreshment, it was time to present the Green Tech Campus and discuss renewable energy and e-mobility developments. Alexander Suma from Ibis Power and winner of our Hansa Green Tour Startup Challenge was given the floor to present his innovation, the Power Nest, combining wind and solar energy in a new rooftop solution for high-rise buildings. Program. So we brought you some small gifts from the Hansa House. Hallo, hier aan. We zijn vandaag Gerdingen. Een mooie bouwen. Helaas heeft u er niets, maar dat is zo iets later. The next morning we had to start early for our third and final day. First stop was the interesting Green Tech Center in Vejle, Denmark, a Danish smart grid living lab where private companies, universities and governmental organizations work together on new green tech solutions. In Overijssel in Twenteland bezig om een kopgroep samen te stellen met een aantal duurzame bedrijven en personen. We call ourselves a triple helix, meaning that it's the public authorities, business and science institutions which are here. I'll show you who it's in total. It's more than 50 companies in here. My name is Jørgen Andersen. I'm the CEO at the Green Tech Center.
The Green Tech Center here in Denmark was established 2 years ago, and the main purpose for the center are to help new technologies to get commercialized, meaning that they can create jobs and get growth. And number two is to make a place where the university, which have a lot of knowledge about energy, green energy stories, they can meet the actual companies and the people which can change this knowledge into jobs, to works, to factories. And it has shown to be a huge success. We have more than 50 companies in here. We are totally 400 people working here. We have 22 universities in here. And it works very well, this common place where they can meet, innovate for creation of jobs and also changing this renewable energy into the country. As a matter of fact, this test site where you can come, your computer and everything. The idea is now that we'll go into the new Green Tech building here on the right side. From the Green Tech Center in Weilen, we now continue up north to visit Climate Planet in Aarhus, a new and unique climate movie experience created by Hendrik Rutte for Aarhus as European Union Cultural Capital 2017. I also told some of you that only 1 or 2 weeks ago I was in Arnhem and Nijmegen for the Velocity. NASA technology and images are used in a huge dome, our planet, to help raise awareness for climate change. And although not officially open yet, we were given the opportunity to see it as the first foreign delegation of sustainability professionals. Together with schools and together with other companies. Liquid rock. Kind of like styrofoam pieces on water. The tectonic plates are constantly moving, and thus Earth's oceans and continents are being perpetually redefined. We kunnen Denemarken en Nederland ontzettend veel van elkaar leren. We lopen allebei voor op verschillende terreinen. Ook waar het gaat om de duurzaamheidsagenda. We zijn twee kleine, moderne, open, dichtbevolkte landen in Noordwest-Europa. We zijn in Aarhus. Aarhus is dit jaar de Europese culturele hoofdstad. En we staan hier in de grootste globe van de wereld, of misschien van Europa. De Climate Planet. Hij gaat over een paar dagen open, maar we hebben vandaag een sneak preview gehad. En daar is een soort beeld- en geluidshow over klimaatverandering en wat we daaraan kunnen doen. And off we go again to our next stop, Hydrogen Valley in Hobro. Here the Danish hydrogen experts work together on the question how hydrogen and biogas can take part in the green transition of the Danish energy system. The creation of new jobs. We will visit the latest development, a new hydrogen production plant that is under construction right now. Now we come to our final stage, to the finish in Aalborg at the beautiful House of Music in the city center. No, I hope it stays this way. Ja, weet Frans daarvan? Ik heb de instructies gekregen. Frans Marcel, die doet het hoor. Here we will meet with the House of Energy, the largest renewable energy network in northern Denmark. Hansa Green Tour Ambassador for Denmark, Raven Beer Petersen, Director from the House of Energy, will await us with his team for a networking evening with invited guests. We are very pleased to have you, and
are very keen on working further on with you in Hansa Green Tour and developing new technologies and new ways of making a greener world. Bringing the right people together on the right project, the project will take off. And of course we want more projects that has an international character and where we can bring in competences from abroad. And that's why we are now trying to establish a closer relationship with the Hansa Green Tour and the participants so that we can include them in the next innovation projects and demonstration projects that we are doing. Ik spreek met Roel Swieringa. Roel, jij organiseert elk jaar de Hansa Green Tour en dat heb je dit jaar voor de 8e keer gedaan. Ja, dat klopt. Dit is de 8e keer dat we het doen. We zijn nu op dit ogenblik op de locatie in Aalborg in Denemarken. We zijn net gefinished. En elk jaar rijden we met een groep ondernemers, maar ook mensen die voor overheden werken en kennisinstellingen. Een route langs allemaal mooie duurzame initiatieven om mensen te inspireren, om kennis te delen, maar ook om met elkaar te kijken van kunnen we daar nou wat mee. Dus laten we de boel eens omdraaien. Waarom ga jij mee? Nou, Roel, je verrast me. Om een paar redenen en een aantal heb je al genoemd. Ik ben geïnteresseerd in techniek en technologie, maar dat is heel persoonlijk. En dezelfde bevlogenheid die jij hebt, die heb ik ook. De bevlogenheid heb ik ook om dat wat gebeurt in de wereld te vertellen tegen mensen. Daarom ben ik uitgever en daarom ben ik ook videojournalist, wat ik bij jou doe. Maar ik vind toch iets interessants. Ik zie dat nieuwe oplossingen, technische oplossingen, leiden tot ingewikkelder oplossingen. Ons leven gaat veranderen, maar wordt ook ingewikkelder. En dat kun je zien als heel moeilijk. Je kunt ook denken, wat leuk, ik heb een puzzel erbij op te lossen. Kan je dan ook een compilatie maken van iemand die voortdurend met een glas in zijn hand staat? I could not have done this, and it's the same with you. I cannot do this with your networks and your personal support, not business-wise, but also your personal support. So I was pretty amazed today, and this was actually my first time in Denmark, and I know that the Danish are the renewable energy leaders in Europe. Here in Aalborg, the Hansa Green Tour 2017 will come to an end. We would like to thank all our sponsors, program partners, our ambassadors and participants for a great event. Thank you for watching and see you next time.